En dan gaan we naar buiten met het zware schild. Je weegt de traditie even in. Zelf vastzetten met de schoenen. Niemand mag je helpen. Dat is te vast. Je kunt niet goed. We draaien alle kniebanden aan je bal.
65. 40-07. Thank you.
39. 40-04. 40-04. Oh. En wat gaat Glenn? 0-7. Het is jammer dat ze het net eromheen hebben, want nou ja, een mooie... Soms is het net jammer, hè? Nee. Ja, voor de foto's is het gewoon wel mooi. Kijk. Heb niks. Ja, ik verder. Geef maar op. Bij de vlag. We beginnen met Kenny Rollet, België. Kenny Rollet begint. Ja, blijkt prachtig in de sector. Prima, Kenny Rollet, België. De jongens gaan gelijk meten, de lijn ligt op 10 meter, het touw.
Dit is over de vijf, hij begint rustig. Ik zeg even naar Erik, hebben we nog een bankje of stoeltje aan de deelnemers? Dat kan iedereen het even goed zien. Maar de schaduw is lekker natuurlijk. Johan Peperkamp. Uitbalzet en nou Jester Bjerm. Prima poot. Leo Hendriksen met de 25 kilo. Hij doet het even op zijn manier. Ik was dat weer even naar de vergeten. Heeft hij daar wat aan hier? Nee, daar heeft hij nu niks aan. Sherry. Hij moet nu 25 kilo. Zo ver als mogelijk. Jerry van Zijk. Sherry. Boven de 40 betekent master. Boven de 20. Kom je. Prima poging. Jerry van Zijk. Dit lijkt de beste tot nu toe. En we gaan over die 8 meter. Dat is de 8 meter. Goed. Hey Mario. Prima poging. Matthijs. Dominique Matthijs, hij doet het even. Nederland door de wedstrijd. Pieter Rozier. Buiten de sector, hij voelt. Hey. Mikey Mike. Prima poging. Hij gaat dik over die 10 meter. Goeie eerste poging. En hij is een mooie punt. Ja, hij speelt. Pieter Kuitbouw. Prachtig in de sector. Prima. Kenny wel. Kelly. Hij kent alles hier, Kenny. Best jongen. Dat gewicht valt niet mee. Dat is zo hoor. Een pak gewicht hoor. Johan Peperkamp, de man uit Oosterbieren, waar die nu woont, gaat wonen. Kom op, jongen. Johan Peperkamp, vecht voor je leven. Kom, Leo Hendriks. Hij doet het op zijn manier met allemaal best hoor. En op donder te geven. Zo, de buiten was anders zijn beste geweest. Jerry van Zijk. Ja, Emmanuel. Vecht met gewicht. Ja, prima warm. Blijft prachtig laag. Ja, zal straks er een alles uit. Verder. Absoluut. Nog nooit eerder vertoond in Nederland en België. Ja. Zo, Glenn Nijs, met de berg op. Hij is goed. Hij is goed. Rekom. Nee, buiten de sector. Hij voelt zichzelf op. Naar buiten. 25 kilo, zo ver als mogelijk. Het zou het mooiste zijn dat hij de havering om. Maar dat zal niet gebeuren, maar ken je niet. Donder hem de haven in, zou ik zeggen. Ah,
Zeker de beurt. Voor twee. Moeilijk voor hem. Eerste jaar doet hij met de Belg. 5-36. De sterkste man van Friesland bij de Masters geworden. In de Riels. 7-44. Jonge Peperkamp. Aha. Draait prima. Derde poot. En Klaas Beerstra ziet er nog steeds. Volgende deelnemer Klaas Beerstra. Ah, Leo Hendricks. Ho. Oh, is dat weer een persoonlijk record? We gaan er weer voor. Haha, die heeft hij. Sterk met de arm. Peper kan ook alweer naar voren. De man weer. Krekker Huus kocht die heeft er binnen. Mooi Huus. Het is Illusie Bals het verkocht. Hij niet even dat noorden van Friesland. Tweede soort is maar hemzelf de sterkste master van Friesland. Ja. Hij heeft die Drilzon boven de 40 hier. Die titel heeft er al. Hij pakt er direct de titel. Bij de Masters. Johan Peper. Wat kent hij? Kom aan, de man die balt. Hij doet de stand. Pak! Oké. Je mag aanvijden, je mag draaien. Heel anders. Hop! Maar de heuvel op. Dan gaan we vooruit dat hij niet te ver rolt. Tweewerper van Friesland. En Wout Zylstra. En hij zal het een keer zeggen. Jerry op het. Ja. Kom maar. Oké, hij gaat het staan. Dit opensteen, alles mag. Ready
zijn. Ja. Zo. Het is genoeg. Hier van alles zonder jongen van de wereld. Hier van alles zonder jongen natuurlijk. Steenstoten. Ah, dat deed ze al heel snel. En de mensheid. Emmanuel, hij pakt een aanloopje. En ook hij zal het gewoon straks leren. Vanmiddag. Vandaag. De kop voor Jutsla. Hij gaat naar die 10 meter. Oh. Wietse Roosier. Wietse Roosier komt niet bij die 10 meter in de buurt. Hey! Ja, het is keurig, jongen. Het blijft wel stoten. Staat over de bal. Hoogje, hoogje, jongen. Zit er dan iemand die? Ja, wow! Tikken die hebben. Zal nou mooi rondrennen, hoor. Wie de kant bouwen? Hij, de stok is even fut. De sterk is hij. Kijk, helemaal hoe scherp de hoed is. Die valt. De kant bouwen. Komt niks aan. Hij ging op. Die jongen bij elkaar. Ja, nee, ik weet het niet. Hele moeilijke techniek, dat zie je zitten. Heel moeilijk, heel Hendricks. Helemaal gelijk, ja. Zonder die Duitsers aan. Nee, die hebben zo'n drap. Die hebben vervloed, scheisse van Bremaar, maar het is vandaag even open, het zou licht open zijn. Ik zal erbij zijn. Deze. Ja. Oh, ik ben maar in. Dominic. Ook nog steeds bij de 10 meter. Bij de 10 meter. Nederlands record Erik D. 14. 70. Beter. Hey. Zo, mijn die Mike, best hoor. Oh. De bel is zo goed. Ah. Stap weer over de balk. Rijn de motor. Ja. De Bremaar staan. Uitstand. Zoals ze erin zijn. Oh, oh. Zo, op wie kan het nou maar ver hoor. Weer over de 11 meter, Pieter Kast. Ja. Technicus. Oh. Ja, in dit land, ik denk dat het zo is. Vorige week, ik hoor in Nederland, een loodschap. Ja. Tinnitus. Ja. 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 Ja.
Ah, ja, peperkamp. Ja. Nee, dat zit ik ook al. Die komen niet zo. Nee, wel voor 100 keer. Maar. Serena, die neemt nou risico. Ja. Ja, dan krijg je wel eerst de bouw dan. Dat was niet gevaarlijk. Ja, dat is een goede zin. Dat is een ja. Ja, nou moet je in principe voor 7. Ja, dat ziet er niet op. Ja. Die ene paar punten. Ga gewoon. Gewoon rammen, klaar. Op dat ding. Ja. Kom op. Op die plaat. Dat ja, maar wel. Ja, zeker. Ja. Volgende wedstrijd dus. Eerst hebben we hier Dominique, de man uit België. Kom op, Domi. Hij zal proberen over die 10 meter te komen. Ja, op die 10 meter lijn. Vlak bij die 9 meter of 10 meter. Hey. Zo! En die meter. Ah, hand tegen Renner Wattel. Prima poging nou. Dat nu toch is. Ja, ik ken Pieter, hè. Kan hij dat nog een keer verbeteren? Ik kan zomaar eens even een lel geven, ja. 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 Zo, ja. Oh, hou tegen! Oh, dat was het! Pas van 3. 12. 12 meter 10! Pieter kan komen! Hij zei het nog één keer. Hij zei het nog één keer. Krijg hij voor het record in 12-12. Met 2 centimeter bij. De man is bezig, zou ik zeggen. Hier de man, hij zit er niet achter. Nee, dit haalt het. Draai op je hefstam. En de hoor op je hefstam, die ging naar 70 kilo. Die heb ik dan eens net. 70 kilo, de zwaarste weer. Deze is hier 50. We hebben straks hier voor 60. De volgende. Niet meer op lengte, maar je moet wel even op gewicht. Vanwege het field, wat even het heel grut is. Johan Peperkamp. Kan hij hem tossen? Kan hij hem tossen? Johan Peperkamp. Hij maakt het toch snel niet. De waterloop even. Kan hij hem tossen? Kan hij de bijefstam voor de kop krijgen? Nee. Dan telt de hichter, de bijefstam, de scheidsrechter, Schillert van de Sienkant. Leo Hendrissen. Is hij de man die de bijefstam tossen kan? Je moet de kop gooien, kind. Beroemd onderdeel van de Highland Games natuurlijk. De BF staan wordt de kop. Prachtig hier op het veld zien. Kijk boer, straks ik het heen gooien en aan het tiet heb ik even biervatje heen gooien. Altijd spektakel. En dan maar het publiek het ik even bij. Leo Hendricks, is hij de eerste man die het kan tossen? Leo Hendricks, de waterloop even. Daar is hij. Leo Hendriksen, in de wind. Ga hij deze bovenstap, Leo Hendriksen. De grond is hard. Geen tos. De hoogte wordt bekeken. Hij was wel hoog. Maar geen tos. Leo Hendriksen, we gaan naar Jerry. De A jongens, die krijgt straks de beenkeperen. Als qualifier. Dat is een grote. Jullie eerst met de B jongens. Zit. Hij wil over de kop, Jerry. Kom op, jong. Beroemd onderdeel natuurlijk, het jens moet ik ook gooien. Hoe langer het erin wordt, hoe zwitter, hoe moeilijker natuurlijk. Dat er weer met wettering niet
grote bril hopen we. Rug op, los, drie bogen. Bijna hier.
tikken hem niet vlak bij, maar geen tos. Oeh. Dan ben je niet hoog mooi wel winnen om de punten te komen. Leo Hendriksen, de laatste poging. Hij komt er steeds dichterbij. Deze moet een keer getast worden, Leo. Kom, Leo. Akibaba. Akibaba. Hout dat ze van wal besloeien. Onbreekbaar hout dit. Maar het heeft verschrikkelijk zuur. Afrikaans hardhout. De naam is Akibaba straks. Wie kan deze nu nog tossen? Daar gaat het om. Jerry Verzijk, hij gaat als eerst. Hij gooide de andere keeper, dus hij maakt deze ook proberen. 15 kilo zwaarder. Een stuk meer gewicht. Harde veld. Ja, dit horen ze. Dat is exploderen. En aan Dominique, daar gaat mijn team mee kennen. Dan gaan we gewoon door met de A-groep ook. En dan hopelijk gaan we ook naar de grote boven zo gaan. Emmanuel. Emmanuel. Hij moet deze tossen. Deze moet over de kant. Pak hem op, Dominic. Pak hem op. Deze moet hij tossen. Maak snelheid, Dominic. Hij maakt snelheid. Hij valt hem weer aan. Oeh, hier zit Dominic. We gaan even zien en mede sportgenoot. En draai je zusjes. Draai je leuke zusjes, ja? Ja, nee, dat is het. Daar krijg je wel meer vrienden van, Saro. Ja. Niet zo zie je. Hij past helemaal niet. Zelf op de ruwheid. Verschrikkelijk sterk, jongen. Maar ken je deze boom tossen? Nog niemand die de boom getast heeft. Maar de dingen die hem tast heeft. Kom op, jongen. Daar weet je mee. De Belg. Zijn de eerste die hem tast was. Je zijn de eerste. En de beet. Mikey. Ja, iedere keer jongens. Werk een keer in. Kom op. Draai hem op. Draai hem op. Hij was er keer. Hij gaat straks in die zin maken, sorry. Maar de jongens bij hier die alle tolle hamburgers erin hebben. We kregen eerst een opdracht Pruwe en dan Ruud Varen. Ja, dat is een jongetje van Ruud Varen. Alleen zijn er hier bij Ruud Varen. Zeer spiebuut roeien tijdens die programma staan hier. Ja, zeer spiebuut. Dat zijn we net vet. Alle hamburgers Pruwe. Punt, Jan. Ja, wie mooi. Een feest. Hey, Mario. Ken hij toch? Ik ben er niet voor. En hij is
keihard, maar dat doen we zelf, hè. De melk robot, dit moet werken. De melk robot. Ja, dat zei je. Ja, dat werken van die herenboer, hè. Dat is een herenboer. Wie de koopman? Oh, jongen. Wat makkelijk dan. Wat makkelijk dan. Zo. Zeker nu al twee bomen, Reinhard Wortel, Pieter Kuipbouw, maar zij gaan naar de grotere boom. Probeer die niet. Wel drie, Ronnie. En hij is
Hij kent dit hoor, hè? Kom op. Maar de brok was je werk natuurlijk. Maar dat was het. Dit is een goede. Ja! Ik ken hij toch. Ik ken hij niet de bakker. Zeker. Hij hoort bij de grote mannen. 2 minuten, dus hij komt vaak bij Pieter Kuitbomen. Zo, yo, yo, yo.
Renners, Keer Heijert. Keer Heijert. Passen, Pieter Kars staat daar nog rustig te praten hier. Wacht even, ken je nog even? Hoi, is dat? Drie poten. Dat is één. Drie poten. Kom op. Dat is de. Die tellen we even niet, ken je nog even? Nee, de tijd, tweede tijd. Johannes de Wit gooide dit vroeger ook in zijn verleden, gooide ook 3 meter. Go, focus, Kenny. En hij nog eens. Easy, kom op. Hij staat er nu rustig met zijn colaatje. Ja, nee. Kenny Rolle, de tweede poging, die andere tellen we even niet. Kom, Kenny, rustig aan. Hij moet erover. Hop. Maak hem prima. 60, zegt hij. Toch wil ik niet. Ik zit al. Ik vroeg achter de bast. 3 meter 40. Ja, komt hij hier alleen naar voren. Mooi. We kunnen voor jou niet passen. Ja, mis je niet straks. Kom, Kenny. Zelf. Kenny, nu. Dus Kenny hier alleen zegt, ik ga gewoon naar 340 hoog. Met persoonlijke record. Hoppa. Goeie, Kenny. Ja, dat weet je. Nu hebben we niks over 3 kouden. Nee, geen probleem. Kom op. Mislukt heeft hij 3 poten. Hey! Lekker! Zonder kom op! Weer alleen! Hoe zit nou Jester Bierum? Wat ken hij? Technische man in Schotland nemen ze hem Johnny McPepper, dat hij neemt. Hij dronk daar een keer whisky van de Schot. Ja, dat doet helemaal mis. Hij doet ijsblokjes in whisky. Dat moest nooit van. Dit komt eruit! Ik ben lekker verklaard, dus ik moet zeggen. Heidi Thijs, zeg. Hohoho, perfecte worm. Emmanuel, komt ook naar voren. Ja. Hoho, makkelijk erop. Fietser, dan zie je makkelijker herinneringen. De Bellen komt weer naar voren. Dit is een persoonlijk record, zeg. Dat dit lukt. Persoonlijk record. Voor de Bellen, Kenny Rolley. Is de boel erop. Ja. Kenny Rolley. Kom op, jongen. Oh! Pak eens een rust. Hij heeft nog 1 poging. Hij heeft nog 1 poging. Hij heeft het diep. Neem even die tijd, Kenny. Misschien nog even een slokje drinken en dan moet hij knallen, jongen. Heb je een T5? Die doet helemaal kapot. Kenny, je wilt zo? Even een slokje Belgisch bier. Duvel, dat jij snuiven met de dingen. Lichtweg open. Kenny, open dat is goed. Dit, snuiven. België die natuurlijk met voetbal gisteren. Brazilië. Ja, nou goed. Kom! Verschrikkelijk vervoer. Is dat ammonia? België, ja, die jongens zijn helemaal trots hier. Hij doet ook zo'n auto. Ja, ze belgen. Het is heel goed te doen hoor. Eens in de whisky. In het donder in de heel. Nooit weer. Nou heb je ijzeren Berenburg. Spel ik zo. Goed erin. Ja, goed op de kool. Dat is weer wat scherp in. Laatst was nog best een wat. Dat is hier. Wat? Hij mag vanaf slapen maar niet. Kom jongen. 380. Heb je geen enkel probleem mee. Wil je stappen of 4? Anders ook niet mee gaat. Ik heb van de week 4-25 gegooid. Hahaha! Johnny McPepper! 4 meter zit erin. Die pakt een prachtige zwaard hier door. Dit is 2-2. Hoho! Leo Hendricks zit erin. Lekker! Dan gooi je op 380. Jerry verschijnt. Oud kampioen darten. Wat kan dat? Hop, 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 hop. Makkelijk, zegt hij. Hij is de sterkste master van Friesland. Boven de 40 hier, hij de titel. De sterkste man van Friesland.
boven de 40 hier is hij de sterkste van Vlissingen. Hop, 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 hop! Vlak erbij! Eindelijk! Ja, dat moet je kan. Dat moet je kan. Anders lig je, man. Anders lig je gewoon te vlek. Go! Dat is een routine moet je gooien. Ja. Maar op de 4 meter gooit 4,40 hoog. En op de 4,40 haalt je niet. Nee, dat is heel raar. Ja. Dat is duidelijk dat je te... Groot applaus voor je! Groot zeer applaus! Ja, als je naar beneden gaat, hè? Ja. Maar ik ben nu doet het weer. Maar je bent vitaal wel. Dat is een persoonlijke record. Nee, maar hij gaat naar beneden. Kinder naar hij zakt hier terwijl hij nog naar beneden gaat. Kom, Leo, neem je tijd. Kinder naar hier. Naar beneden gaan. En pas als je op die dieptepunt bent, zakken. Kom, Leo, rustig. Ja, nee. Ik voel is het onnatuurlijk. Kom, Johan. Ik zal maar even. Ja, 24. Jullie hebben allemaal makkelijk. Wow. Applaus voor Leo Hendricks. Leo! Normaal wel. Ja. Power zat. Hoppa. Oeh, hoog zat. Hoppa. Lekker. Lang zo. Het hoeft niet mooi te zijn. Hij vecht er natuurlijk op het houten zwaard. Prachtig zwaard. De eerste prijs. Dan pakt hij houten zwaard met een vruchte waar. Het komt erop. Het record van de dag. 100 euro. Extra prijs hier van de... 3, 4, 5, 6 punten. Erik en de... Jerry heeft hem 1. Andere sponsoren. 4, 5, 8. Ja! Hallo! 4, 9, Manuel! Dat nog. Nog niet de Belg. Hop! Oh. Geen enkel probleem. Hij zegt het zwaard gaat met mij mee. Zullen we zien? De trein is kot. Zullen we zien? De trein is kot. Zwaar voor de trein is kot, godverdomme. Een mooie houten zwaard. Ja, makkelijk. Makkelijk niet, zullen we zien. Weet je. 4 meter. Geen enkel probleem. Meint die mij? Hij voor de 4 meter. Gerlof Halker, maar de vieskampioen darten. Hij filmt alles wat hij ook heeft in de binnenkamer. Hij houdt hier dat allemaal het. Zijn allemaal camera's hier. Op YouTube is alles weer te volgen. Live. Heet die man. Sterk is 100 kilo lichaamsgewicht en zo explosief. Dat is zelfs aan. Reiner Wormel, ook hij stapt in. Ja, draait een goede wedstrijd toch hoor. Dit het steenstoten. En de kepertos er ook vlakbij. Hij weet dat hij het klassement hier goed kan beëindigen. Moet hij wel mee met hoog hoor. Pieter Kasbauma lijkt nog steeds te passen. Oh, Glenn Heijs past ook nog. Ja, nou, dan gaan we naar de... Schat. 24. Het is aan de nu. Kom maar, Jim. Ah, Jack. Ah, Jack. Bij een Noord. 4 meter 20. Kerry Verzak. 24. Wie kan mee? Wie kan door? Pieter Kasbauma past nog steeds. Glenn Heijs past nog steeds. Dezelfde met de 100 antwoord. Die komen nog even langer. Duurt nog even langer. Jerry Verzijk, hij begint al. Met de bovenop. Ja, even om en om. Jerry kan even rusten. Om en om, zegt de heren. Manuel, er ook onderdoor, ook hij mag even rusten. Dominique, hij komt naar voren in dat houten zwaard van hem. Dan moet hij hier overheen. En dan heeft hij dat trofee hier, de Bonsai John, gemaakt. Neemt hij mee. Kom op, Jan. Hoppa, Dominique. Oh, Wietse.
heeft het. Blijf die ontspanning erin hebben. Hier met Nederlands kampioen Heiligenees. En Belgisch. Kom op, niet zo'n schip. 4,20 meter. 24 kilo. Om en om of? Even rusten. Ja, ja. Pietse Roussier. Ah, meet die mij, kom op. Zit net in de A-groep. Kom aan, mij. Zit hij niet. Zeer sterk in. Ja. Ah, zo. Straks al een paar kansen, maar niet erop. Meid die meid, wat kan hij? Ik heb dat die spannen meer veel. 44. Ja, ja, ja. Maar er is nog wel. Ja, ja, dat moet wat beter. 100 kilo. Kom op, jongen. Podium deze jongen had ik in de buurt van PRB. Zijn eerste poging nu. Hij begint op 44. Wil jij ook met popje? Met die zin helpen, hè? Hè? Nee, absoluut niet. Bij de 70. Bij de 74, niet 70. Zo!
vlakbij. Nee. 84, 74. Bij die Mike. Dat, Mike is. De lichte deelnemer. Hoog, hoog, hoog. Het is zo, bij de 164. Hij draait een hele goede wedstrijd. Oh! Jongen van 24 bij Rijs. En hij nog wat. Oh, yo. Het ook kunnen, denk ik. Applaus voor Jerry Verzijk, hij gooit een prima 44. 62. Hop, een grote. De Ben niet bekend, zegt hij. De Ben bekend. Weet niet meer wat dat betreft, ja? Ik had eigenlijk met een 4 meter 40 gegooid. 4,80 meter! Ja, de kilt. Wij gaan tegenwoordig met een squal in mijn jongens, want ik ook een hartstikke kilt. Het eerste wat ze zit is rak, nou dat ben je nog, jurk. Ja, dat, de kilt is dan net helemaal bekend, dat de jongeren mannen. Van man mis. De Highland Games traditie natuurlijk. En ik ben in de wedstrijd altijd die kult. Dat is nou zo. Altijd die kult. We zitten nu op 84. 84. Ik heb een denk dat als man met stenen weet je. Ik heb 160 stenen voor was. Alleen even dit. Nou, ik ga het toch niet meer. Hahaha, ja. Dit duurt. Jij wordt voor de rier. Hoe sterk is deze jongen? Dat is mist. Ja. Maar wat power heb je? Even de lucht even open en dan knallen. Dit kost toch ook energie. Oh, dit. Kleine Jerik naar de kans. Reiner Wortel, hij zit dicht bij die 84. Daar zit hij heel dichtbij. Reiner Wortel. Beetje vluchtzout in de neus en hup, omhoog. Beetje lucht. Klopt, joh. Ik heb toevallig heel de week een verlof gehad, daar heb ik het ook van de week ingevuld. Zo, groot applaus voor Reiner Wortel. Dit is eigen kampioen, Pieter Kuitbouw. Aha, het gevecht hier. Zo, joh. Ben IJs. Wat is hij sterk? Los, los, droom. Persoonlijk record voor deze jongen. 4. Hey! Persoonlijk record! Zo, wat een jongen zijn!
Ja, Ben! Als ik er ooit niet bij ben, net voor de zon. Kom op, jongen. Wat biedt dit? Kom op, 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 Ja. Ik ben de eerste dat ik zeg op het jongen. Ja.